Các bạn đã quay lại video mới của mình. Hôm nay mình sẽ làm kim bắp. Kim bắp của mình gồm có thịt ba rọi và dưa muối, cơm, dầu mè, muối và rau sống nha các bạn. Sau đó mình lại có lá rong biển nha các bạn. Và tương Hàn Quốc. Bây giờ cơm đã chín rồi. Bắt đầu mình sẽ cho dầu hào vô nha các bạn. Cho một ít dầu hào, dầu mè cho xin lỗi nha các bạn. Và một ít muối. Mình đảo đều lên. Mình cho một tí dược nét trong tay mình. Ja, joh, dat is de bedoeling van het spul. Nee, dan moet je goed water, een kleine pandje pakken. Ja, een klein pannetje. Mijn neus, mijn tje delen, ja. Ik heb wel zin om een schat te maken hier.
như cái gì. Đó mình cho rau, rau sớm. Rồi mình cho thịt lên nha. Rồi mình cho tương. Mình cho củ cải. Có ba má cái tiết đây, bọc bia thì sẽ ăn đó. Ăn kìa. Lát đây mình cuốn nha con. Và mình nấu thành công rồi các bạn cải. Mình làm thêm một cái nữa cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ đừng có cho nhiều cơm quá để cuốn nó khó cuốn. Mình phải chảy đều cơm ra. Rồi, cho rau. Mình cho thịt. Nếu này nó hơi bị nóng thì không nhúng vào dài chứ. Đó. Mình cho tương. Mình cho nước củ cải. Mình vo tròn nó vô, mình quấn nắm chặt cái tay vô. Tên tên tên. Đấy, mình đã quấn được 2 quấn rồi, bây giờ mình cắt ăn thử nha các bạn. Đây mình cắt nha.
Nhìn kem bóc của mình đã xong, nhìn có ngon không? Đó. Rất đơn giản ha các bạn. Mình ăn thử nha. Mời các bạn một miếng nha. Kim bắp với lại thịt heo đã xong, xin mời cả nhà. Ik ben het verrassingselement. Cả nhà. Hôm nay mình có ông cậu em đến chơi, mình cho lên sóng luôn. Mình đãi cậu ông cậu em ăn kimbap nha các bạn. Mời cả nhà nha. Chúc ăn ngon. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Mời cả nhà miếng nào. Je hebt de giechel. Moet je mijn bordje ook nog even... Dan có ông xã mình nữa nha, mà ông xã mình ngồi bên này đó. Ông xã... Martin, soep phở. Nào, ông xã mình ăn phở. Phở Việt Nam. Zelf gemaakt. Ook nog, ja. Zie, kippetje erbij. Ook lekker toch? Hij is makkelijk. Ja. Heel lekker. Heel lekker. Heel lekker. Ja, het is geen sushi, eigenlijk. Mm-mm. Niet officieel sushi. Nee. Ik kreeg al op mijn kop toen dat zei. Is sushi? Nee. Nou, sushi is met andere smaak. Met salam en tonijn. Mm-hmm. En maar geen groenten zo'n tussen, maar deze met groenten. Maar deze heet van Korea, past het wel in je kimbap. Pas niet? Moet heel grote open. Deze past niet voor jou, die is super groot. Je moet een beetje dun en die krop van een onpas. Ja? Ik ga mijn kop vaak eten. Dan tegen mijn kop wat een chou. Moet er die van die mag je bij ook? Nou, die eigenlijk is zout genoeg. Wil je nog saus? Nee, dat is goed. Maar zit er met andere zout Korean gekookt? Gisteren al lekker zout. Zeezout bij zo. Twee soorten. Lekker, hè?
Các bạn làm ăn thử ấy nha, rất là ngon và dễ làm. Đồ ăn không có thể không có khó kiếm. Nou, je bent nu bekend in Vietnam daar, bij de hele familie. En in Roosendaal. alleen Roosendaal. En in Roosendaal. Je hebt een nieuwe auto ook nog. Kleinere. Ja, die andere. Je moet besparen. Ja, je hebt een short auto toch? Ja, die was duurder. Verhouden. Waarom? Ik ga weer naar school toch? En nou? Geld besparen. Ja, en niet te veel meisje uitgaan, dan ga je sparen. Ja. Nou, ik is weer een groter. Was die wel? Ja. Gewoon vol koppen. Maar wat studeren we? Architectuur. Architectuur? Bouwkunde. Oh, dat is interessant zou ik zeggen. Ja. Nog 2 jaar. Nog 2 jaar nog? Dat is wel lang. Maar ja, de master duurt 2 jaar. En wanneer ga je zomer dan? Wanneer ben je zomer? Het is zomer. Ik heb gewoon altijd zomer. Zomervakantie bedoel ik. Op school niet? Vanaf juli, eind juli. Juni? Juli. Juli, zo ja. Laat. Halverwege juli. Begin toch? Oh, jullie laten altijd school dan basisschool. En kom je terug bij vijver werken? Nog niet. Zomervakantie werken, dan heb je geld. Dan heb je zelfs geld sparen. Ja, is anders. Daar ligt een grote toekomst voor jou in verschiet, jongen, architectuur. Met het woningbouwtekort. Hopelijk. Ja, dat is een feit. Er moet gebouwd worden. Dus er moet een huis ontworpen worden. Zie hier. Jammer, je gaat het later. Dat is te vroeg voor jou. Nou. Je weet nog niet. Ik ben een juf. Wil je een juf gaan worden? Waarom? Op basisschooljuf of middelbare school? Hij is zo goed leren, hij kan goed in Vietnam werken. In Vietnam mensen houden bouw meestal veel dan in Nederland, toch? Ja. Nederland maakt niet zoveel bouw. Nee, maar als je nagaat. Je staat nu gemiddeld 9 jaar op de lijst voor een huis. Ja. Mensen wonen tot de 30ste thuis, omdat er geen huizen zijn. Daarom werd naam met Peter. Dus we moeten met spoed worden, maar het gaat niet zo hard, hè? Het stagneert aan alle kanten. In Vietnam. Ja, ja. Video langer, dat gaat zo. Ja, oké, in Vietnam. Mình xin ngừng video ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Cậu em của mình chưa có người yêu đâu. Ai mà muốn có người yêu cậu em mình ấy, nhắn comment ở dưới nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn nha.